Hoe kijk je dan aan tegen de burn-outs? Want dat was volgens mij deze week ergens uh, in het nieuws dat dus heel veel Kamerleden oh, ja. het te zwaar vinden. Ik heb nooit iets van burn-outs begrepen. <laughs> ja, we hadden op het instituut ook wel eens burn-outs, maar die hadden wel altijd bij afdelingen waar je denkt, hoe krijg je het met elkaar om in deze afdeling een burn-out te krijgen? Nou, het was niet de afdeling die, ze, die het de drukste hadden. Wat voor afdeling waren dat dan? Administratie of zo? Of... Nou, ik er maar in ieder geval bij middeleeuwen. Ja. <laughs> het is algemeen bekend dat het, eh, de meerderheid van de studenten... bepaald niet naar middeleeuwen liep om daar, dus zeg, daar verder op te specialiseren. Maar jij bent er misschien minder gevoelig voor als persoon... omdat jij redelijk relaxed in het leven staat en je niet zo snel druk maakt? Nee, daarom werk ik. Ik begrijp het dus niet goed. Nee, maar je kunt Bovendien je misschien moet, niet moet Je toch ook zelf wel aanvoelen komen dat je... Op een of andere manier te veel onder druk zet, staat, Doe er dan iets aan. Nou ja, omzicht zetten. heeft dat wel eens aangegeven. Hè? Hij zegt. Ik heb veel te veel tijd nodig. om hier in deze dossiers. en hoe wetgeving tot stand komt te verdiepen. Ik trek het bijna niet meer. Dat heeft hij laatst nog een keer gezegd, volgens mij. Nou ja, hij moet toch een medewerker hebben. die dat ook doet. Kan doen. In ieder geval. Ja, maar het is een kleine fractie, natuurlijk, hè? Ja, die moet wel goed. een stuk kleiner worden. Dan dus zij bossen, moeten, zij op moeten op heel af. veel doen. Met, met, met heel weinig mensen. ja. Ja, maar zou ik zou zeggen, beperkte dossiers waar je je serieus in verdiept, je kunt je niet in alle dossiers serieus verdiepen. Zo zit dat nou. Ja, dat geldt zelfs voor podcasten, kan maar worden. Je weet dat er elke week eindeloze vragen worden gesteld: Wilt u aandacht besteden aan, niet waar, het bekende geval, niet waar, van de koningen die paddenstoelen hebben gegeten en, en de verkeerde paddenstoelen hebben uitgezocht, waardoor ze dus allemaal op een afschuwelijke manier dood zijn gegaan. <laughs> ja, dat is, daar weet ik niks van. Dus ik moet eerst uitzoeken hoe het met de paddenstoelen zit. Ja, maar jij kunt dat zeggen, dat doe ik niet, want dat vind ik niet interessant. Ja, maar in zeker. de Tweede Kamer kun je dat natuurlijk niet zeggen, want het gaat om mensen en om hun leven. En je ja, zit daar op dit Eigenlijk denk ik, kun je een selectie maken. Hmm. Het probleem, natuurlijk, van die eenzame, een, eenmansgroepen. Uh, uh, zoals dat heet, al dat woord groep is, heb ik begrepen, is recent geëlimineerd als zijnde representatief voor goed, één ja. persoon. Um, die, ja, die moeten natuurlijk ook een keuze maken uit datgene wat er, wat er aangesneden wordt. Dus dat moet dat, dat, dat mogelijk zijn. Ja, als je alles wil, dan gaat het een gegarandeerd fout. Het kan ook zijn dat het een heel specifieke vorm van druk, aantrekt, die ook het. het, het het in zich hebben om volledig overspannen te worden, om volledig door te draaien. Hmm. Nou, Jort Kelder had er laatst nog een verklaring voor. Die zegt van bij de jongere generatie is het zo dat die door hun ouders vooral zijn gefeliciteerd. En ze kregen iedere keer een medaille omgang als die in hun jeugd iets goed hadden gedaan. En die kunnen het nu nergens tegen. Dus als ze nu wat kritiek krijgen in de maatschappij, zijn ze meteen overspannen. Ja, ik begreep dat dat een, 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 hoe heet het, was een verdediging van uh, Matthijs van Nieuw. -Kijk. Ja, onder andere. Dat kwam volgens mij in datzelfde interview ja. terug, ja. Ik vond dat... Eh, maar goed, het is een... Ik vertelde... was daar niet volledig door overtuigd. Kijk, in principe daar misschien ook. Zoek voor Kamerleden bijvoorbeeld mensen die een iets ruimere levenservaring hebben dan, dan als, als ze 23 zijn, dan kan dat alleen maar zeer beperkt zijn. Dus neem mensen van even in de 40 bijvoorbeeld erbij al een stuk beter onder de pannen waarschijnlijk. Maar dan nog zou ik zeggen, dit wat hij zegt is maar partieel juist. A, heeft hij zelf geen kinderen, waardoor hij ook niet weet hoe groot de verleiding is om die kinderen een beetje over de boel te haaien, natuurlijk. En, en bovendien zou ik zeggen dat het kan zijn dat de opvoeding wel vaak wat een beetje soft is. Maar ja, vervolgens kom je in de samenleving terecht. Al nou, is het maar vast op de middelbare school. Nou, dat is vaak een, kei, een keihard bedrijf. En dan ga je studeren. En dan kom je er vanzelf wel achter dat je niet alles kan. Of dat je zelfs relatief stom bent. Dus dan moet je, en dan, dan ga je aan het werk. Dat, dat hoor je heel vaak van mensen: dat, dat het aan het werk gaan wel een koude douche is. Ja. Ja, zeker naar je studenten. Ja, waar krijg, je ja. vaak onaangenaam bejegend wordt. Uh, waar, je, waar je van die ontgroeningspraktijk in kantoor. Nou ja, kortom, dat valt niet mee. Want dat betekent. ...heb ik het wel erg makkelijk gehad. Maar er is nog steeds geen reden om dan maar overspannen daarvan te worden... ...denk ik dan. Ja, het moet ook in je karakter zitten, ja. denk ik. Ja. Het is natuurlijk ook makkelijk ja, om daarover te oordelen. Toen heette het overspannen, en tegenwoordig heette het burn-out. Burn ja. 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 En het is natuurlijk moeilijk om daarover te oor oordelen... ...als je daar zelf geen, nooit ervaringen mee hebt gehad... ...wat nee, wij beide niet hebben. Ik moet zeggen, dat is voor mij ook een, een moeilijk punt... Dat ik, ...dat ik begrijp niet hoe het komt. Dus, dan... Nee, je bent nooit overspannen geweest in je carrière. Nee, ik ben nooit de kans dat ik overspannen was raakt. Die, althans in het universitaire werk, die was niet groot, nee. nee. Dus je, hebt, je kunt je ook moeilijk inleven in mensen die daar die dat tegenaan lopen of net op het randje zitten? Ja, vooral het kan zijn dat ik de werkomstandigheden helemaal veranderd zijn. En ik heb begrepen dat ze wel enigszins veranderd zijn. Dus dat er meer controle is en zo. Ik raakte altijd wel geïrriteerd over controle, dat ik echt flikker op, joh. <laughs> Ik doe wat ik moet doen en that's zit. Wat voor controle was dat dan dat ze achter in de klas kwamen zitten? Nee, al deze dat maar, dat was nog, zou nog wel leerzaam zijn geweest voor tal van, voor tal van andere <laughs> docenten, zou ik zeggen. Ja. Nee, of je natuurlijk voldoende. Heeft, vooral omdat de, onder, de nadruk steeds meer op onderzoek kwam te leren. En dan dacht ik altijd: van ja, sorry, maar. Eh, ik doe het onderzoek wat ik leuk vind om te doen en of dat past in jullie kaders kan me eigenlijk geen zak schelen. En dat, is het, dat was het mooie van, van, natuurlijk van mijn baan bij de universiteit. Als het puntje bepaald kwam, was er geen, geen toezicht, of hoe moet je dat zeggen, geen handhaving, om het zo maar te zeggen. Het schijnt sterk veranderd te zijn. Ik heb een goede collega, een vriend, die tegen mij en zegt, je mag wel blij zijn met jouw aanleg dat je nu niet bij de universiteit werkt. Want ik, ben, ik kan slecht met autoriteit. Dat is altijd zo geweest. Altijd problemen mee gehad. Ja, omdat autoriteit vaak volkomen onredelijk is. En dat kan me dan enorm irriteren. Of dat nou de rechter van je middelbare school is, die zak de bak. He. Die zei dat ik had afgekeken terwijl ik dat niet had gedaan. Dat was helemaal geen reden voor mij om af te kijken bovendien. Maar goed. He. Maar je hebt nu in je werk wat je nu doet toch ook af en toe wel eens te maken met mensen die aangeven van hé hey Maarten, we zouden graag willen dat je het zo doet of dat je het zo doet. Nou, ten eerste valt dat enorm mee en, en, en ten tweede doe ik het vaak helemaal niet zoals zij willen dat het gedaan moet worden. <laughs> ik heb met de regisseurs ook wel eens dat je denkt, wil ik even zeggen, maar dat ga ik helemaal niet doen. Eh, vooral de leuke dingetjes die ze, waar ze allemaal dol op zijn. Hè? Dat je een zakje friet moet eten en zo, en allemaal dingen een bootje moet zitten, weet ik veel wat het is. Dat het het wel wat. Of die loopjes, daar zijn ze ook wild op. Dus ik heb allemaal keurige regels. Ik doe drie loopjes en dan verder ik voor de rest kunnen ze de pot op. En bij de slimste? Nou, ze gaan. Een bovendien heb ik bij de slimste geen loopjes. Ik zit te nee. zitten. Maar er is niet iemand die zegt: je moet dit doen of je moet dat doen of je moet juist dit vertellen of zo. Dat is nee, dat mag je gebeurt. zelf invullen. Sterker ja. nog, toen ik startte, zei. Uh, Bernard van der Bos, dat is de directeur van Sky, High, die zei: Je mag alles doen en zeggen wat je wilt. Omdat ik bezwaar had tegen het functioneren van de Belgische jury. Ja, op die manier heb ik er helemaal geen zin in. Hij zei: Ja, je kunt je gang gaan. Nou, dat is zo gezegd, zo gedaan. Ja. Ik heb ook nooit. Uh, kijk, er zijn dingen die ik denk en niet zeg, maar dat, dat is een. een dat komt overal in mijn leven voor. Ja, je weet dat er dingen zijn waar je de grootst mogelijke problemen mee krijgt. Dus dat moet je niet doen.